Minister Krishnakumari Mathura van Defensie bekijkt mogelijkheden voor een betere tegemoetkoming aan militairen die 12-urige diensten draaien. Dit vertelde ze gisteren voor de ministerraadsvergadering. De bewindsvrouw zegt dat er ook gekeken moet worden naar de zaken die eventuele aanpassing met zich meebrengt. Ja, kijk, militairen mogen geen overuren maken. Politie mag wel maken. En er is een verschil. Er is een ontwikkeling geweest. We zijn bezig dit onderwerp ook op tafel te leggen en te bespreken. We zijn bezig te kijken ook naar onze dienstregelingen. Ik ben komen aantreffen, bijvoorbeeld een 12-urige dienstregeling, terwijl alle andere ambtenaren 8 uur werken. Wat we geven als compensatie is een maaltijd, maar dat is niet voldoende. Dat is niet voldoende. In vredestijd moeten we gewoon teruggaan naar een 8-urige werkweek. Ik kan het alleen niet patsboom omdraaien, omdat we kijken naar consequenties. Een van de dingen die we als belemmering ervaren is openbaar vervoer. Mathura geeft aan dat vooral militairen die niet over hun eigen vervoersmiddel beschikken en gebruik maken van openbaar vervoer, belemmerd worden om hun werk te doen na bepaalde tijdstippen. De bewindsvrouw stelt dat deze vraagstukken niet makkelijk kunnen worden opgelost. Maar we moeten wel kijken naar mogelijke compensaties voor die militairen die 12-urige dienst doen. Dus daar zijn we bezig te kijken, maar ook de financiële impact daarvan. Wat voor impact zal dat hebben op onze begroting en zal dat betaalbaar zijn door de overheid? Want alle beide zijden van de medailles moeten we bekijken. Ja, er zijn een aantal. Er zijn behoorlijk, het is niet in de tientallen, het is in de honderden die 24 uur diensten doen of onregelmatige diensten doen. Het is niet alleen in Paramaribo, het is in stad en district. Overal waar we buiten Paramaribo posten hebben, wordt er 24 uur dienst gedraaid. Dus het is niet iets dat je zo 1, 2, 3, want dat betekent dat we ook meer mensen moeten gaan detacheren, dat we faciliteiten moeten creëren, dat we moeten zorgen voor voeding. Dus het is een complex probleem. Mathura is ondanks de ontwikkelingen hoopvol gestemd. Ze verzekert dat de zaken opgelost zullen worden. De minister merkt ook op dat er rust is binnen het leger. Ze verwijst naar de vele diensten die het leger samen uitvoert met de politie.